Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe review van Randy's Bierblog en tevens alweer een review van een Radler. Ik heb eigenlijk iedere keer hetzelfde verhaaltje over Radlers. Het is meer een frisdrank voor mij als een bier. Dus op die manier ga ik ze ook reviewen. Ook natuurlijk wel op de bierschaal, want het is niet voor niks Randy's Bierblog. Maar tegelijkertijd hou ik er rekening mee dat het ook als een frisdrank is bedoeld. En helemaal als dit ook nog eens een keer in een alcoholvrije versie komt. We hebben vandaag Bavaria Radler 0,0 met een nieuwe smaak, appel. Althans, deze was in het buitenland al wel te krijgen. Ik weet toevallig dat er een exportversie van was. Maar ja, nu pas in Nederland uitgebracht. Ik ben benieuwd hoe het gaat smaken, of het niet al te zoet gaat zijn. Natuurlijk zijn Radlers over het algemeen wel zoet, maar er zit wel verschil in tussen de Radlers. Op zich, de ene is zoeter dan de ander. Ik ben benieuwd. Bavaria Radler 0,0 appel. En vanzelfsprekend geen halfwerk bij Rennie's Bierblog. Met een Bavaria glas. We gaan hem inschenken. Oké, netjes twee vingers schuim in het glas. Aardig wat koolzuur zo te zien, wat ook wel een kenmerk is van een Radler. En een licht gele kleur. Ziet er op het eerste gezicht een beetje uit als een wit bier zelfs. De aroma's zijn als volgt. Appel! Je gaat het niet geloven. Een aroma van appel! Zelfs een heel klein beetje bier, een beetje moutig geurtje. Ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Proost! Deze Radler is godzijdank niet te zoet. De appel is een beetje zuurig zelfs, wat me positief verrast, want het is lekker verfrissend. Een klein bittertje ook, zit er ook in. Een moutig karakter van de pils is ook nog zelfs terug te halen. Dus op zich helemaal geen verkeerd Radler dit. Nee, deze valt me eigenlijk helemaal niet tegen. Ik had hem zoeter verwacht zelfs. Dit gaat er best wel lekker in. En zeker nu de warmere dagen weer voor de deur staan. Is dit zeker wel lekker verfrissend. En nogmaals, je moet het niet echt zien als een bier. Ook al is het wel van een brouwerij. En valt het min of meer onder bier. Ik zie het meer als een vervanger van frisdrank. Met ook nog vrij weinig calorieën volgens mij. Eens even kijken hoeveel calorieën hier nou in zitten. 31 calorieën per 100 milliliter. Dat is niet heel weinig. Tegelijkertijd is het ook niet heel veel. Bijvoorbeeld in cola zitten al 45. Rond de 45 calorieën. In gewoon bier trouwens ook. Voor de informatie. Ik vind hem niet tegenvallen. Radlers gaan niet mijn favoriete bieren worden, maar straks, wat ik al zei, in het zonnetje, met het warmere weer, zou ik deze best nog een keer aan willen schaffen. We gaan door naar het eindcijfer. Ik geef deze Bavaria Radler appel een. Een 6,5. Een dikke voldoende. 6,5. Op de pilschaal, ja, er zit weinig pils aan, dus niet meer dan een 4. Frisdrankachtig is het op zich wel goed gelukt. Wil ik hem zelfs een 7,5 geven, want best lekker frisdrank. Dus een mooi tussenweg is 6,5 als eindcijfer. Ik hoop jullie de volgende keer natuurlijk weer terug te zien. Ik ga nou niet opeens alleen maar Radlers reviewen. Don't you worry. De volgende keer waarschijnlijk weer gewoon een speciaal bier. Proost op de gezondheid. Drink niet te veel, maar ook zeker niet te weinig, is meestal een slogan van mij. Maar als het 0,0 bier is, drink gewoon lekker veel. Tot de volgende keer.